Romy Monteiro, 30, en haar partner, fotograaf Jasper Suik, hebben besloten uit elkaar te gaan. Volgens de presentatrice en mooiste vrouw van Nederland zullen ze voorlopig apart verder gaan, zo deelde ze mee via Instagram. We nemen even afstand van onze relatie om elkaar wat ruimte te geven. Ondanks dat we veel van elkaar houden, hebben we besloten om voorlopig zonder elkaar verder te gaan, verklaarde Monteiro. Het is eigenlijk een privéaangelegenheid en niet echt interessant om te delen, maar we willen niet dat het verhaal groter wordt dan het is. Onlangs werd Monteiro nog uitgeroepen tot de mooiste vrouw van Nederland door mannenplatform FHM. De zangeres noemde het een enorme eer. Dit had de 17-jarige Romy nooit kunnen bedenken, zei ze met een glimlach. Vorige week vertelde ze nog in Beaumonde hoe goed zij en Jasper bij elkaar pasten. Jasper en ik vullen elkaar goed aan, zei de musicalster. Ik ben direct en durf veel, terwijl hij voorzichtiger is. Ik daag hem uit en hij tempert mij. Monteiro beschreef haar partner als een lief en goed persoon. De zangeres kreeg in mei 2019 een relatie met Jasper nadat ze elkaar op een feestje hadden ontmoet en meteen onafscheidelijk werden. De liefde overviel haar, want slechts enkele maanden eerder had Monteiro haar geplande huwelijk met Django van Rijn afgeblazen. In oktober 2021 gingen Monteiro en Suik samenwonen. De zangeres vertelde dat hij haar elke dag ten huwelijk vroeg, maar zij had geen haast. Suik is onder andere fotograaf voor Playboy en daar moest Monteiro in het begin wel aan wennen. Ik schrok wel toen hij bijvoorbeeld zei dat hij een model had gefotografeerd met het mooiste lichaam dat hij ooit had gezien, vertelde Romy in 2020 aan Beaumonde. Toen dacht ik, moet je mijn lichaam niet het mooiste vinden, aangezien ik je vriendin ben? Maar als jij en ik ergens zitten en er loopt een ontzettend knappe man langs, kijk ik ook, hoor,